Boerman. Daar spreek ik met de heer Boerman. Doet u? Ja, u spreekt met Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer. Goedemorgen. Dag mevrouw Schuurmans. Goedemorgen, hoe is het met u, meneer Boerman? Met mij gaat het goed. Ja, het zijn bijzondere tijden. Hoe is dat? Ja, dat is het zeker. Ja, want u bent makelaar, had ik begrepen, hè, meneer Boerman? Dat klopt ook, ja. Hoe is het nu, makelaar, in de coronatijd? Veel mensen willen je niet zien. Ja. En dat doet u dan digitaal, of hoe doet u dat? Nou, ik ben aan het eind van mijn carrière. Ja? Dus ik heb niet, en dat heb ik eigenlijk nooit gehad, een huizenwinkel met heel veel zaken. Ja. Maar wat ik nog wel eens doe, is erfpachtherzieningen. En daarin zie je dat mensen niet beschikbaar zijn voor opnames zoals het woonhuizen betreft. Ja. Ik begreep, meneer Boerman, dat u zich al heel lange tijd inzet in allerlei verschillende commissies die betrekking hebben op de makelaarsvereniging. En daar heeft u heel veel bestuurlijke functies verricht. Ja. En dat wordt bijzonder gewaardeerd, dat doet u al vanaf 1986. Maar daarnaast bent u zeer actief, en ik kan niet precies zeggen welke rol, maar ik begreep wel dat u zeer actief betrokken bent bij de intochten van Sinterklaas in Bad Hoeverdorp. Ik kan u verklappen, want u heeft de leeftijd ervoor dat we elkaar vorig jaar in die hoedanigheid ontmoet hebben. U zegt dat heel mooi, want er kijken mensen mee straks. Maar ik dacht u al te herkennen als zodanig. Ja. Maar ik vind het ongelooflijk fijn u dan nu in deze omstandigheden te mogen bellen. Want naast het feit dat u zo ontzettend actief bent geweest in uw functie in de makelaarsvereniging, door die 25 jaar vrijwilligerswerken, dat alles samen, maakt uw bijzondere inzet voor het maatschappelijk belang, maakt dat het zijn koninklijke hoogheid Willem-Alexander heeft behaagd om u, Jan Bert Boerman, te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Mevrouw, ik vind het geweldig. En ik wil u daar hartelijk mee feliciteren. Dank u wel. En ik had dat natuurlijk heel graag persoonlijk gedaan. En ik had u ook graag persoonlijk de versierselen op willen spelden. Maar goed, u weet dat dat niet kan dit jaar. Wat ik wel ga doen is zorgen dat u een mooi boeket krijgt vanmiddag. Felicitaties van het college van burgemeester en wethouders. En we gaan u uitnodigen op een feestelijke bijeenkomst waarbij uw familieleden en kennissen aanwezig kunnen zijn. En dan ga ik u officieel toespreken en u bijzonder bedanken voor uw inzet. En dan ga ik u persoonlijk feliciteren en de versierselen opspelden. Nou, mevrouw, laten we hopen dat dat niet te lang hoeft te duren. Dat hoop ik ook. En dan hoop ik u in goede gezondheid te zien. En betekent dat nou ook dat ik u straks in Bad Hoeverdorp ook weer tref? Of heeft u dat afgerond? Nee hoor. Dat rond ik af als ik weggestuurd word. Oh ja, nou dan verheug ik me daar ook op, want ik vond het de vorige keer erg leuk. Kijk aan, goed Kijk. Zo. Hartelijk dank, nogmaals gefeliciteerd en maak er een leuke dag van. Nou, geweldig. Oké, dag meneer Boerman, dag. Dag mevrouw.